even aan het woord. Rembrandt-schildjes. Gewoon een begrip in Almelo. Ja, ja. Rembrandt-schildjes. Jeugd. 6 en 7. Groepers uit 10 verschillende basisscholen in Almelo. En Barnebroek niet te vergeten. Hebben op 4 juni geschilderd of hun leven ervan afhing. Met het motto, mijn stad, wat vind ik mooi in Almelo. Ja, dat was hartstikke leuk. Alle kinderen waren, die hadden heel veel talent, dus ze waren gemotiveerd. En ik heb geprobeerd om hun eigen karakter te laten, dat laten uit te blinken. En er zijn hele verschillende schilderijen uit voortgekomen. En ik hoop ook dat de kinderen ermee verder gaan met schilderen. Je hebt ook een speciale talentenklas, heb jij begeleid? Ja, elke les heb ik een soort ander thema binnen de schilderkunst aangeboden. Je hebt de traditionele vormleer en kleurleer. Maar ook een aantal beroemde schilders zijn aan bod gekomen. En, en daarnaast is er natuurlijk ook veel ruimte geweest voor hun eigen werk. Ik heb al een paar keer rondgelopen. Het is wel heel moeilijk hoor, want er zijn natuurlijk verschillende... Ja, je kunt op verschillende aspecten kun je de schilderijen beoordelen. Maar er zitten een paar bij waarvan ik denk van ja, die moeten echt meedoen, die kinderen. Ja. Ik geef het nu aan Britt, maar na afloop krijgen jullie allemaal hetzelfde educatieve cadeautje op. Waarom heb jij voor Creta gekozen? Omdat dat best wel beroemd is. En ik ga er vaak soms ook wel naartoe. En ze hebben daar heel erg lekker eten. Kozen. Ik vind het een heel mooi gebouw en ik spart er zelf ook.